Op pad met wordt mede mogelijk gemaakt door Kras Recycling. Hallo, mijn naam is Nick Tol en ik ben journalist. Als vliegende reporter zoek ik altijd naar nieuwe verhalen. Regelmatig denk ik tijdens een interview, wat zou het mooi zijn geweest als hier een camera zou hebben meegedraaid. Zo kwam ik terecht bij onze LOVA, een gemeente vol met bijzondere mensen waarachter we het verhaal niet kennen. En zo meer durven vragen. Welkom bij Op pad met. Voor de hoofdpersoon van vandaag moet Nick deze keer vroeg op met als bestemming Schiphol, waar even na 6:30 het vliegtuig vertrekt. Bijna missen we de vlucht omdat onze apparatuur veel weg zou hebben van een explosief. Gelukkig hebben ze bij de douane al snel door dat het gaat om een normale camera en kunnen wij onze weg vervolgen en haasten we ons de slurf in naar de Embraer 195. Een relatief klein vliegtuig die ons het eerste stuk in de richting van Kosovo brengt. We zijn op weg naar Wenen, vanmorgen vroeg vertrokken. Vanuit daar vliegen we zo meteen door naar Kosovo. En daar brengen we een bezoek aan een van de grootste werkgevers van Volendam. Dat is een plastic fabrikant. En het zijn natuurlijk roerige tijden op dit moment voor een plastic fabrikant. We zijn benieuwd hoe ze daarmee omgaan, hoe ze erop inspelen en vooral wat ze exact aan het doen zijn in Kosovo. Om 6:50 in de ochtend taxiet het vliegtuig de startbaan op om het luchtruim te kiezen. Het is nog donker als we opstijgen en omdat we naar het oosten vliegen is het al snel licht. Onze bestemming ligt wel in dezelfde tijdzone als Nederland. Na ongeveer 3,5 uur en een overstap in Wenen komt Nick aan in de Kosovaarse hoofdstad Pristina. Voor velen die aan Kosovo denken staan de beelden van tanks en vechtende guerrilla-groepen nog op het netvlies. In het land zijn de restanten van een donkere periode in de geschiedenis nog hier en daar waar te nemen. Nick blijft zich afvragen, wat doet een Volendamse ondernemer in dit land? Op het vliegveld worden we opgehaald door Fisa Ramali. Hij is de compagnon van de Volendamse ondernemer waarna we onderweg zijn, Robert Kwakman. Fisa leidt de dagelijkse gang van zaken bij Kivo Kosovo. Hij brengt ons naar de fabriek waar Robert ons opwacht. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Dankjewel. We doen het op de Kosovaars. Ja, dat is meteen een ja, de traditie hier. Oké. Okay. Ja. En wat doet de Volendammer in Kosovo? Ja, dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Nee, zonder gein. Dat is een avontuur. Dat is begonnen in 2012. En een groep Kosovaarse ondernemers die wilden starten in Flexodruk. En Flexodruk is wat wij ook doen bij Kivo. En via een machineleverancier kwamen ze in contact met ons. En toen vroegen ze van ja, zijn jullie geïnteresseerd om te investeren in Kosovo? Ja. En wil je een keer langskomen in Pristina om ervaringen te delen? Pristina was niet het eerste idee om voor ons om te gaan investeren. Dus we vroegen ook van kom maar naar Amsterdam. En binnen 2 dagen waren onze huidige partners in Amsterdam uitgenodigd in Volendam. Ideeën uitgewisseld en eigenlijk dezelfde dag, s'avonds bij in restaurant Pompadour, hebben we besloten om te gaan samenwerken. En 2 jaar later stond hier de eerste fabriek en de machines stonden te draaien. We gaan eerst kijken. Ja, kom verder. Top. Even stofjas aantrekken. Dat is verplicht natuurlijk, hè? Ja, een BRC met hygiëne-normen, dan heb je een jas en een net nodig. Zelfs de directeur? Ook de directeur, ja. Die heeft ook haar. Ja, als jij broodzakken produceert, en er komen haar in of andere zaken, of viszakken, of vleeszakken. Ja, dan sta je er gekleurd op natuurlijk. Ja, dus dat zijn de normen waaraan je moet voldoen. En ook in Kosovo uiteraard. Ja. Is dat altijd al, of is dat van de laatste jaren meer? Nou, dat hebben we bij Kivo al wel een jaar of 15, denk ik. Oké. Okay. En die eisen die worden ook al strenger. Ja, waar merk je dat aan bijvoorbeeld? Nou, dat heeft ook met de voedsel en waren te maken. Dus, ja. Dus daar moet de toeleverende industrie ook aan voldoen. Ja, want jullie leveren ook veel aan voedingsproducenten, toch? Ja, 80% van al onze producten is voedselgerelateerd. Ja. Dus bijna alles. En ik las dat jullie hier dan voornamelijk op broodzakken en dat soort dingen. Hier broodzakken, de arbeidsintensieve producten, dus ja. Waar echt eenmaal aan de machine staat en waar je ook veel concurrentie hebt van de lage lonenlanden. Ja. Die producten die hebben we langzaam overgebracht naar Kosovo. Okay. Maar Volendam groeit ook nog steeds, maar dan met de producten die niet arbeidsintensief zijn. En waar je ook minder concurrentie hebt van China of een Polen, een Tsjechië en dat soort lage lonenlanden. Je moet haast wel door die concurrentie uit ja, het is niet dat wij zo graag de producten overzetten naar Kosovo, helemaal niet. Maar je wordt gedwongen door de markt. En, maar het geeft enorm veel kansen.
En als we Kosovo niet hadden gehad, zeg ik altijd, dan hadden we die producten bij Kivo ook niet meer geproduceerd. En nu draaien ze hier in Kosovo en behouden we dat volume. Want om een beetje een beeld te geven, wat verdienen ze hier dan ongeveer per uur? Bruto verdienen ze hier 1,70 euro per uur. Zo. Ja. Maar de prijzen liggen hier wel weer veel lager, dus uiteindelijk kunnen ze daar wel maar van. Ook niet. Kijk, als je eigen gaat, een biertje kost ook 1 euro. Okay. Dus relatief is dat super duur als je 1,70 euro verdient per uur. En heel veel geld, heel veel Kosovaren zijn vertrokken naar West-Europa. Dat zijn er 800.000 en die onderhouden ook de mensen hier in Kosovo. Dus heel veel geld stroomt van West-Europa, van families naar Kosovo. Ja. Oké. Zullen we even gaan kijken? We gaan kijken. Ja. Doen we dit voor de show? Of doe je dat nee, dit is elke keer als je de fabriek betreedt, moet je je handen wassen. Ja? Dat is ook een eis vanwege de hygiëne. Dus dat de handen altijd schoon zijn. Ja, precies. Staat er ook nog een bepaalde tijd voor dan, dat je ze moet wassen? Of... Nee, dat is niet. Gewoon goed schoonmaken en ook desinfecteren hier met een vloeistof. Wat een geluid. Ja, hier wordt gewerkt. Dus dat, Hoeveel mensen werken hier in totaal? Wij hebben hier op deze locatie nu 125 man aan het werk. Okay. En bij Rex nu bijna 80. Oké, dus meer dan 200 in totaal? 200 in totaal, ja. Flink wat. Plus nog 190 in Volendam, zoiets? Volendam 180 en in Zwolle hebben we de 30. Flink wat druk op de stuiters. Ja, we gaan even kijken. Het ziet er vrij modern uit allemaal. Ja, wij hebben ook gekozen om een moderne fabriek volgens de West-Europese normen te bouwen. Dus niet een oude schuur. En dat is, maar we wilden gewoon echt dezelfde kwaliteit hanteren die we in Volendam produceren. Ja. Maar dan tegen de lagere kosten. Ja, precies. Want je hebt het over lagere kosten. Waar moet ik dan aan denken? Nou, als we een uurloon hier is zo'n 1,70 euro bruto per uur. Okay. En in Volendam, vooral rond de Randstad, zit je snel rond de 40 euro per uur. Zo. Met alle kosten erbij natuurlijk, qua pensioenverzekering en alles. En is dat die krap 2 euro die je noemde, is dat goed voor Kosovaarse begrippen? Ja, wij zitten niet, het is niet dat wij uitbuiten, wij zitten aan de bovenkant van de markt. Okay. Dus, maar het is niet veel, dat is zeker een feit. Maar de werkloosheid is behoorlijk hoog hier. Hier is in ieder geval die jullie begonnen. In dit gebied 50% werkloosheid. En van die 50% heeft 50% ook een universitaire opleiding. Okay. Dus wij hebben mensen die met een universitaire graad die werken hier aan de machine. Dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Dus ze zijn eigenlijk heel blij met jullie? Ze zijn wel heel blij, ja. En ze leren heel snel. En dat is voor ons ook prettig. Yeah. Want binnen een jaar, we zijn hier begonnen. En in de extrusie, dus het produceren van de folie, was binnen 3 maanden waren ze zelfstandig. En de drukkerij binnen 1 jaar. En ze draaien nu al 4 jaar volledig zelfstandig. Dus dat is... Dus het is niet meer zo dat er elke maand nog mensen vanuit Volendam hier naartoe komen? Nee. Het gebeurt wel dat er nog mensen van Volendam hier naartoe komen, maar niet vaak. En... Maar ik neem aan dat er ook wel een flinke investering mee gemoeid is, zo'n heel gebeuren. Ja, maar een van de redenen waarom de Kosovaren een Nederlandse partij zochten, is dat omdat er in Nederland een subsidie te verkrijgen viel voor bedrijven die in Kosovo, Nederlandse bedrijven die in Kosovo investeerden. Okay. Dus 50% van de eerste investering was met subsidie van de Nederlandse staat gedaan. Ja, maar inmiddels is veel meer natuurlijk. Inmiddels is alles met eigen financiering. Good morning. Good morning. Is alles met eigen financiering gedaan. Wel met banken uiteraard. En de uitbreiding met Rex is nu met de Europese Bank voor Restructuring and Development, dus EBRD, gedaan. Ja. Want Nederlandse banken die zien onderpand in Kosovo niet als waarde. Dus het is niet te financieren met Nederlandse banken. Nee, okay. Ja. Waar moet je dan ongeveer aan denken qua investering? In dit hele complex? Alles bij elkaar praat je snel over 20 miljoen. Flink wat. Ja, dat is een heleboel. In een hele korte tijd. Dus 2014 begonnen met bouwen en nu in 2019 dus al... op 20 miljoen. Ja. Dat is vrij intensief. En wanneer willen jullie dat weer terug hebben? Ja, dat is niet... Onze doelstelling is niet op korte termijn zoveel mogelijk geld verdienen, maar meer als familiebedrijf Kivo duurzaam voortzetten over generaties. Dus het is niet... uiteraard blijven we ondernemer en wil je geld terugverdienen, maar dat is niet binnen 2-3 jaar. Dus dat moet je echt wel over een tiental jaar verdelen. Ja, oké, echt een lange termijn project. En wat verdiend wordt tot nu toe hier ook, en dat zie je ook aan het gebouw, wordt weer geherinvesteerd in nieuwe machines en gebouwen. We zijn nu aan het begin van het proces beland. En dat is eigenlijk de aanvoer van de plastic korrels. Yeah. Je ziet hier toevallig, komt er net een vrachtwagen aan met de auto. Een zakgoed noemen wij dat. Yeah. En dat wordt hier
gestort als bulk in de silo's. Ja. En daar begint het proces eigenlijk. En daarna krijg je het folieblazen, dat noemen wij extruderen. En dan gaan we nu even kijken naar binnen. Oké. Okay. Deze kennen we wel van Volendam natuurlijk. Ja, dit zijn dezelfde silo's als in Volendam, ja. Inderdaad. Ja, we waren net buiten bij de silo. Dat zijn de korrels die door de toeleveranciers, dus de Exxon en Total, de oliebedrijven, worden aangeleverd. Daarnaast hebben wij hier de productie van onze eigen interne korrel. Dus de recycling van het afval. En dat gebeurt hier. Hier zie je de afvalrollen die ontstaan uit ons productieproces. Die gaan hier op de lopende band. Hey, good morning. Fine. Good morning. Hey, I'm Nick. Je ziet hier gaan de afval. Dit is dan van het zakgoed. Gaat hier de lopende band op. Wordt verwarmd in deze compacter. Gaat in een schroef. En dan wordt het weer vermalen. Yeah. En eigenlijk hier tot een eindkorrel. En die korrel kunnen we voor 100% weer gebruiken in ons volgende proces. En hier zie je ook. Dit is gemaakt van afvalplastics. En normaal zou het naar de verbranding overgaan. En nu krijgt het bij Kivo een tweede leven. Ja. En hier worden weer afvalzakken van gemaakt. Dat brengt mij automatisch bij de volgende vraag. Want er is natuurlijk veel te doen over plastic, veel discussies. Ja. Negatief vooral. Hoe is het om directeur te zijn van een plastic bedrijf? Ja, dat valt niet altijd mee. Het is vaak als je mensen ontmoet en ze vragen wat je doet. Tegenwoordig durf je bijna niet meer te zeggen dat je bij een plastic fabriek werkt. Laat staan dat je zegt dat je eigenaar bent van een plastic bedrijf. Niet dat we ons schamen, maar je moet constant het verhaal vertellen. Je verdedigen eigenlijk. Terwijl plastic, we zeggen niet dat plastic goed is voor het milieu. Maar het is vaak een beter alternatief dan andere verpakkingen. Als je kijkt naar de CO2-uitstoot. Maar het nadeel van plastic is, als je het in de oceaan gooit of op straat gooit, dan ligt het er over 100 jaar nog. En dat heeft papier bijvoorbeeld niet. Maar de productie en het gebruik van plastic heeft vaak een minder CO2-uitstoot dan alternatieven. En dat weet de consument vaak niet. En wat ook veel mensen niet weten, is dat jullie eigenlijk heel erg inzetten op het recyclen van plastic en dat soort dingen. Ja, onze grootste bedreiging was een aantal jaren terug natuurlijk het imago van plastic. En nu met recycling en het sluiten van de keten wordt het eigenlijk de grote kans van ons. Want alle bedrijven willen dat hun materiaal en afval opgehaald wordt. En dat hun eigen producten weer gemaakt worden. En Kivo kan het als groep samen met Kras straks aanbieden aan de grote partijen. Dus dan heb je die hele circulaire loop. Dan is de closed loop eigenlijk voldaan. Ja, dan zijn we in de extrusieafdeling. Dus hier wordt van de plastic korrel wordt een folie geblazen. Okay. Dus eigenlijk een folieblazenproces. Jullie zijn marktleider op dat gebied? Nou, we zijn geen marktleider, maar wij hebben wel een... Wij maken niet één product, maar wij maken een diversiteit van producten voor een heleboel verschillende markten. Dus daar, qua HDPE, dat is een folie die we hier ook maken, zijn wel één van de grootste van Europa. Ja, de plastic korrel die wordt via een leidingssysteem, afhankelijk van de receptuur, wordt die naar de machine geblazen. En er is een schroef die op zo'n 200 graden, wordt de korrel in, die verwarmt als het ware de korrel. De korrel smelt. En er wordt met lucht wordt er een ballon geblazen. En ik vergelijk het altijd met het opblazen van een bubbelgum. En dat is eigenlijk ook wat hier ontstaat. Dus de folie die wordt omhoog geblazen. Bovenin zijn twee afknijpbalzen die de ballon omhoog trekken. Dus de aanvoer vanuit de kop is altijd stabiel. En de afknijpbalzen die trekken de foliebaan omhoog. Dus het lijkt of het een stilstaande ballon is. Ja. Maar hij gaat eigenlijk met een meter of 100 per minuut wordt hij omhoog geblazen. En hij moet zo hoog. Hier gaan we tot 22 meter. Dat is omdat de ballon hier is het nog een kleverige massa. Als je hem dan bij elkaar doet, dan plakt het aan elkaar. Dan krijg je de vuilniszak of een andere folie nooit meer open. Dus je moet omhoog om af te koelen. En dan vervolgens gaat hij hier naar beneden en wordt hij opgerold tot een afvalzak van 20 kilometer lang. Dan gaan we nu even naar het laboratorium. Bij ons worden van alle rollen die we produceren worden monsters getrokken. En wordt gekeken of de kwaliteit voldoet aan de eisen van de klant. En daarvoor hebben we Beckham. Beckham is onze laborant. Good morning. Morning. How are you? How are you? How are you doing? Fine. And you? Good morning. You? Hey. Ja, hier maken we de testen. Bijvoorbeeld de rek en trek, de glijwaardes, valtesten. Dus hoeveel gewicht kun je laten vallen op de folie voordat die de folie scheurt. En dat zijn
ja, op die manier worden de eigenschappen van de, ja, van de folies bepaald. Dit is ook verplicht allemaal? Dit is wel verplicht. Heel veel klanten vragen tegenwoordig bij elke rol die je uitlevert een datasheet van de waardes. Dus zover gaat het tegenwoordig. Word je niet af en toe gek van al die regels? Ja, maar aan de andere kant is het ook weer goed dat het er is. Want de concurrentie moet ook. En wij proberen constant een stap vooruit te zijn op de concurrentie. En als wij eraan voldoen, is het voor de anderen weer moeilijk om, om ons te evenaren. Ja, maar het lijkt me onvermijdelijk dat er af en toe ook iets tussendoor glipt. Hebben jullie daar wel eens mee te maken? Daar hebben we ook mee te maken. Maar Kosovo, de kwaliteitscontrole in Kosovo is intensiever dan Volendam. Want ja, de klanten die vroeger gewend waren materiaal uit Volendam te krijgen, die krijgen nu plotseling zakgoed uit Kosovo. En als het dan niet goed is, dan krijgt het meteen een stempel, ja, Kosovo is slechte kwaliteit. Dus wij hebben gezegd, hier moeten we juist nog intensiever controleren. Dat je eigenlijk 1-0 achter staat. Ja, en, maar afgelopen jaar op een omzet van 12 miljoen hebben we slechts €3.000 teruggekregen van de klant. Dus dat is bijna niks. Nee. Het gevecht tegen beeldvorming is een alledaagse confrontatie. Bij Kivo lijken ze nooit voor makkelijk te gaan als ze tegen de stroming in op de lange termijn een betere oplossing denken te hebben. Dat komt omdat het altijd wordt gedacht met de spreekwoordelijke voeten in de klei. Ben je zelf ooit ook zo begonnen met de poot in de klei? Ik was een jaar of 10, 12. En toen begonnen we eigenlijk met in de fabriek zakjes plakken. Dus het vouwen van de plasticje op zaterdagmorgen aan de tafel of tijdens de schoolvakanties. Dus wij zijn eigenlijk met Kivo met plastic opgegroeid. Dus wij zeggen altijd, je kunt niet gaan werken bij Kivo en dan meteen een leidinggevende functie. Je moet echt de plastic vingers krijgen. Dus het gevoel krijgen met plastic. En dat is bij ons al heel jong is dat erin gegoten. En onze kinderen, die werken ook al bij Kivo. Dus het begint op zaterdag en in vakanties. Dus de volgende generatie is ook alweer actief. Want je bent zelf doctorandus in economie. Ja. Afgestudeerd. Welke fases heb je allemaal doorlopen voordat je uiteindelijk bij general manager was? Ja, ik was, mijn vader was 58. Toen ik afstudeerde, en ik was 22 jaar oud. Ik wilde aanvankelijk niet bij Kivo, maar ik wilde ervaring opdoen bij andere bedrijven. Maar hij zei, ja, je moet het bedrijf leren kennen. Dus, maar ik wilde niet direct die leidinggevende functies. Ik ben begonnen in de fabriek. Dus echt in de extrusieafdeling, het folieblazen. Vervolgens in de drukkerij, ook met de ploegen meegelopen. Dus het hele proces, en dat was een half jaar. Vervolgens op verkoop, binnendienst. Maar wel vaak meegegaan met buitendienst. En vervolgens hoofdverkoop. En in 2008 ben ik toen directeur geworden. In 2010 hebben we met de broers de aandelen van pa gekregen, zegt hij altijd. We zeggen altijd overgenomen, maar in feite is het gekregen. En dat is een mooi proces geweest. En in 1997 ben ik begonnen bij Kivo. Dus inmiddels al 22 jaar. Gaan we nu naar de volgende stap in het proces. Dat is het bedrukken. Dus een deel van de producten die wij uitleveren, die worden ook bedrukt. Ja, met de logo's van de bedrijven en dat soort dingen. Ja, dus de broodzakken bijvoorbeeld, een van de hoofdproducten die we maken. Nou, bijna alle broodzakken in Nederland zijn bedrukt. En 80-90% van de Nederlandse markt van broodzakken wordt geleverd door Kivo. Dus indirect hebben jullie bijna allemaal met Kivo te maken. Dus er zijn ook Volendamse broodzakken die dan hier worden gemaakt? Ja, de Albert Heijn, de Jumbo, alle bekende supermarkten die worden door ons geleverd. En dat doen we op deze machine. Dit is eigenlijk dezelfde machine die we in Volendam hebben staan. Dus die hebben we in 2014 al geïnvesteerd. Dus de Kosovaren die zijn 2 maanden naar Volendam geweest. Die hebben we getraind. En daarna zijn ze hier gaan draaien. En dan 1 jaar met hulp van een aantal Volendamse collega's. En na 1 jaar hebben we gezegd, jullie moeten terug. En ze waren niet blij dat ze terug moesten. Want dan had het heel goed naar hun zin. En nu is het zelfs zo dat als zij vakantie hebben, dat ze hier een paar dagen naar Kosovo gaan. Ja? Om hun oude vrienden weer te ontmoeten. Dat is wel een goed teken. Dat geeft ook aan hoe de sfeer is en de cultuur. En eigenlijk is het een vriendschap tussen de Volendamse collega's en de Kosovaren. En dat is niet alleen op de werkvloer, maar ook bij ons in het management. Dus het is, we zijn zakelijke partners, maar ook vrienden. In de vorige afdeling, de drukkerij, werd de folie bedrukt. We gaan nu lopen we in de sielerij. En hier worden de broodzakken gesield. Dus van de bedrukte folie wordt een broodzak gemaakt. Je ziet hier de bedrukte folie wordt gevouwen. Hier wordt een bodem in de zak gelegd. Hier wordt de seal erin gelegd, dus eigenlijk wordt de bodem gesield. Good morning.
En hier zie je dat op een beugel worden 250 zakken geplaatst. En dit is de natuurbrood van Co-op. Deze gaat naar de bakkerij van Co-op. En daar worden zo'n 100 broden automatisch in de zakken geschoten. Okay. Dus het is belangrijk dat elke zak ook open gaat, niet statisch is. Om ook zo min mogelijk afval bij de bakkerij te realiseren. En met deze folie heeft de bakkerij 0,2% uitval. Okay. En in vergelijking met onze Poolse collega's, die hebben zo'n 4% afval. Okay. En als je dat terugrekent, is het natuurlijk een enorm voordeel van onze zakken ten opzichte van de concurrentie. Dit zijn machines waar we de afvalzakken produceren. Dus eigenlijk de rol die uit de extrusie komt, die wordt hier doormidden gesneden met een warm mes. Zodat je eigenlijk twee lange vuilniszakken krijgt. Hij wordt hier gevouwen tot een smalle baan. Hier wordt de bodem erin gelegd en de afscheurperforatie. Er wordt een sluitlint ingelegd, dus dat je de zak uiteindelijk weer dicht kunt knopen. Opgewikkeld. Hey, good morning. En je hebt eigenlijk de pedaalhemmerzak zoals we die thuis allemaal gebruiken. Ja. Nou, luister ik laatst de Koen en Sander show op 538. En toen was een van de twee was zich enorm aan het opwinden over de kwaliteit van, of over de prijzen van bepaalde vuilniszakken. Dat die zo uiteenlopen. Waarin zit daar dat verschil? Dat heeft ook te maken met de inzet van regeneraat of 1A-materiaal. En heel vaak, grote frustratie is ook dat zakken stuk gaan. Ja. En wij willen juist met zakken, wij hebben een dikte gereduceerde kwaliteit, maar met behoud van de sterkte-eigenschappen. Dus dat voorkomt dat als je thuis wat scherps erin gooit, dat de zak open gaat en dat je zuur op de grond ligt. Okay. En dat zijn meestal wel wat duurdere zakken. Maar de frustratie is enorm als die stuk gaat. Dus het loont wel om een duurdere zak te kopen dan, zeg je? Ja, en verhoudingsgewijs, dat is nog steeds 1 euro per rol van 20 zakken. En dat is ook niet veel als je kijkt per week dan wat je uitgeeft aan plastic zakken. Maar dit is... deze zak is 13.000ste millimeter dik. Ja. Dus je praat over bijna niks. En toch heeft hij een redelijk sterke kwaliteit. Ja, ja, ja. Ja, dit is top, ja. Thank you. En dit gaat allemaal naar Nederlandse supermarkten? Nederlandse en Duitse supermarkten hoofdzakelijk, ja. Ja, dan komen we aan het eind van het proces van Kivo. Dat is het magazijn met eindproducten. En hier, alle eindproducten gaan bijna dezelfde week richting Volendam of richting Duitsland. En dat zijn zo'n 5 auto's per week. Oké, okay. Is dat veel? Hoe moet ik dat zien? Dat is op jaarbasis zo'n 5000 ton, zo'n 5 miljoen kilo die richting Nederland gaat. Dus dat is best veel. Ja. En vanuit Rex dan nog 3 wagens per week. Maar daar gaan we nu even kijken. Rex kwam al een aantal keer ter sprake en is een joint venture tussen Kras Recycling, Kivo Flexible Plastics en 4 Kosovaarse ambitieuze ondernemers. Met die partijen is een recyclingfabriek opgericht voor het nauwkeurig sorteren, scheiden, wassen en recyclen van plastic afvalstromen van onder andere supermarktketens, retailers en distributiecentra. De fabriek staat op ongeveer een kwartiertje rijden van de Kivo fabriek waar vandaan we vertrekken. Oké, Robert, we zijn bij Rex nu. Kun je kort iets vertellen over dit bedrijf? Ja, dat is goed. Rex is onze recyclingfabriek. Dat is een joint venture tussen Kras Recycling Volendam en Kivo Kosovo. En Kras die zamelt alle plastics in van de supermarkten in Nederland, maar ook bij andere grote bedrijven en supermarkten in de rest van Europa. En dit is eigenlijk wat Kras aanlevert in Kosovo. Dit is een mix van materialen. En dat is een LDPE, een HDPE, een stukje karton, dus eigenlijk een mix van alles. En als je dat regenereert zonder te sorteren, dan krijg je er kwaliteit uit waar je misschien een parkbankje van kunt maken of een laagwaardig product. Heb je niks aan? Daar heb je niet veel aan en iedereen kan dat doen. Dus wij hebben gezegd, wij willen juist een korrel maken waar je meer mee kunt. Dus een krimpfolie maken, dus een hoogwaardiger product dan de standaard die anderen doen. Belangrijk is dan het sorteren. En sorteren, dat doen we hier in Kosovo zeer intensief. We gaan even naar boven, dan kan ik het beter laten zien. Ja, dat gebeurt allemaal handmatig, toch? Ja, dat is juist super arbeidsintensief.
En hier in Kosovo, ja, is beschikbaarheid van mensen is een groot voordeel. En ook de lage kosten uiteraard. Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk. In dit... Heel belangrijk. Ja, dit is de start van het proces. De balen worden beneden uit elkaar getrokken, die gaan lopen de band op. En hier komt langzaam komt de hele stroom van plastics komt voorbij. En deze mannen die scheiden het stretchfolie, dus de wikkelfolie die om de pallet zit, scheiden ze van normaal LDPE. En dat is die... LDPE, dat zijn de kleuren? LDPE, dat is zeg maar de normale afvalzak die we gewend zijn. Okay. Dus dat materiaal. En hier hebben ze dan de kleurtjeshouders apart, alles wat etiketjes zijn. Dat is een aparte stroom. Dus zo scheiden ze eigenlijk drie soorten van elkaar. Ja. Lijkt me wel heel vies werk, of valt het dan mee? Ja, het valt op zich mee. Het is niet schoon, maar het is geen huishoudafval waar je echt te maken hebt met sauzen en andere smerige zaken. Dus op dat opzicht is het schoon. Maar het heeft wel op straat gelegen, dus je ziet wel wat vervuiling hier. Ja. En dat willen we in het verdere proces gaan we dat van het plastic afhalen. Ja. En deze mensen staan hier dan een uurtje of 7, 8 per dag? 8 uur per dag. En dan 3 ploegen. Of 4 ploegen zelfs. Weekend draaien we ook door. Oké, dus dat 24 uur per dag door? 24 keer 7 dagen gaat dit door. Ja. Zullen wij verder kijken beneden? Ja, volgens dan. Stap 3. Je ziet hier dus van de cabine sorteren is boven. En hier zie je de 4 soorten die we van elkaar scheiden. LDPE, de stretchfolie, de wikkelfolie, de kleurtjes. En het afval hier. Dus dit wordt afgevoerd, verkocht aan derden, die vervolgens het verbranden. Ja. Dus dat is zo'n 10% van het totaal gaat naar de verbrandingsoven. Okay. En dan gaan we hier naar de volgende stap. Op dit moment draaien we LDPE, zo te zien. En dan gaat daar de lopende band op. Dus de balen worden daar, de gesorteerde balen gaan hier de lopende band op. Ja. En dan gaat daar de shredder in. Daar worden er kleine stukjes plastic van gemaakt. Okay. Dus dit is de shredder waar de kleine stukjes plastic gemaakt worden. Vervolgens gaat het weer als klein stukje plastic naar de volgende stap. Dat is het wassen. Ja. Dus daar wordt het, de flakes, dus de stukjes, worden gewassen in de volgende fase. Het is een enorme machine. Ik denk dat het 60 meter lang is. Je ziet ook met heel veel water wordt het plastic schoongemaakt. Het afvalwater gaat via kanalen onderlangs naar de wasinstallatie en het water wordt daar weer gerecycled en hergebruikt. Dat doen jullie allemaal zelf? Dat doen we zelf. We hebben, het restwater gaat in een biotank, dus er gaat niks, geen vervuild water het milieu in. Dus alles wordt weer hergebruikt in een gesloten systeem. Dit is de voorwas. Je ziet ook het water, het vervuilde water, echt de smerige delen worden van het plastic gescheiden. Eigenlijk draait het nog maar relatief kort, hoor. Dit draait vanaf juni. En voor ons is dit proces, wij zijn natuurlijk producenten van plastic, is dit een stap terug in de keten. En Kras was een inzamelaar van plastic, dus die is een stap vooruit gegaan in de keten. Dus voor beide partijen is het volledig nieuw. En vanaf dag 1 draaien we een goed product. En dat is ook best zeer verrassend. Daar zijn we blij mee. Hier is een volgende stap in het wassen. Dat gaat door een drijfsysteem, dus plastic is lichter dan water. Dus dat blijft drijven en dat wordt langzaam vervoerd naar de droger. Ja. En alles wat vervuild is, is zwaarder dan water. Dat zakt naar beneden. En dat gaat vervolgens het in een andere bak. Dat kan ik wel laten zien hier. Nou, hier zie je de vervuilde stukjes met metaal en alles wat geen plastic is, wordt hier uit de hele stroom gefilterd. Oké, dat gaat allemaal automatisch? Dat gaat automatisch, ja. En ook hier zie je een deel vervuild plastic, hier kun je niks mee. Dus dit wordt later ook, er zit heel veel vocht in, 80% vocht. Ja. Dus dat vocht wordt eruit geperst en het rest wordt ook verkocht aan opkopers. Die hier vervolgens weer iets mee doen. Nou, dan hebben we hier de drooginstallatie. Dus de natte, schone, inmiddels schone plastics moeten nog droog gemaakt worden. En dat gebeurt hier. Een soort centrifuge, zo kun je het vergelijken. De plastic wordt rondgepompt en gedroogd. Dit deel noemen ze de buffertank. Dus daar worden de hopen plastic worden vervoerd naar de volgende stap. En dat is eigenlijk wat we bij Kivo ook zagen, dat er weer
korreltjes gemaakt worden van de reststroom. Hier zie je, dus de schone plastics die uitgesorteerd zijn. En als je de balen ziet in het begin, vervuild met alle soorten. Ja, ja, ja. En dan komt eigenlijk een redelijk droge, schone plastic uit. Hele kleine stukjes. Dat gaat hier de lopende band op. En wordt vervolgens weer vermalen tot korrel. Dit is echt de eindfase. Dit is de eindfase. Het is een bonte mix die we gedraaid hebben, ook met kleuren. En dan komt er weer een goed bruikbare korrel, waar we ook een hoogwaardig product van kunnen maken. En wat gaat hier nu exact mee gebeuren? Nou, hier is het nog redelijk nat. Dat wordt gedroogd. Dat gaat in big bags, 1000 kilo per big bag. En die gaan weer naar een van de Kivo-fabrieken. Wordt dus tot eindproduct gemaakt. En de eindproducten gaan weer terug naar de supermarkten. Dus Kras haalt het afval op van de supermarkten. Rex sorteert, wast en verkorrelt. Kivo maakt van de korrels weer plastic producten en die gaan naar de supermarkt. Mooie cirkel. En de cirkel is rond. Maar ik kan me voorstellen dat klanten hier ook heel blij mee zijn in tijden van milieubewustzijn. Ja, vooral de brandowners, de grote bedrijven, die hebben ook een probleem, want die gebruiken plastic. Maar plastic heeft een functie. En op deze manier geven we plastic wel een tweede, derde en een vierde leven. En daar zijn de brandowners uiteraard blij mee. Het mooie vind ik dat je er ook echt, dat je echt straalt als je het erover hebt. Ja, maar het is ook mooi. Want het is, wij zeggen ook, tot 2 jaar terug had Kivo helemaal geen regeneraat. Dus Kivo gebruikte alleen 1A-materiaal en alles was dikke reductie. En nu zijn we helemaal om richting duurzaamheid. En we willen alle materialen hergebruiken. En in onze dikte gereduceerde recepturen gebruiken we nu ook regeneraat. Dus we hebben eigenlijk dunner plastic, we hebben hout van sterke eigenschappen. Met gebruik van regeneraat. Nou, dan heb je alle voordelen te pakken. Maakt het je trots als je dit zo ziet? Trots zijn. Ja? Maakt het je trots? Ja, het maakt je, daar sta je niet altijd bij stil. Maar als je zo rondloopt en vertelt en ziet hoe snel het gaat in die paar jaar, ja, dan word je wel trots. Na al het zakelijke te hebben besproken, gaan we met de zakenpartners naar de kroeg. Want zoals Robert al aangaf, zijn zij naast de zakelijke relatie ook bevriend met elkaar. Vereist toch wel training, Robert? Ja, het is een mooi gezellig biertje. Proost. Proost, Nick. Er zijn slechtere manieren om een dag af te sluiten. Hm? Mm. Dit is eigenlijk hoe we hem normaal wel afsluiten hier in Kosovo. Ja? Ja. Met 1 of 2 biertjes of meer? 1 of 2 en af en toe wat meer. Inderdaad. Het is wel een goed nachtleven hier? Pristina is een wereldstad. Een supergezellig, mooie clubs, barren en veel te doen. Dus vaak, het is hier ook zo, s'morgens alles job. Je gaat aan het werk. We komen om 8:30, 9:00 van het kantoor. We gaan eten en vaak nog even een uurtje naar de club. Ja, want ik hoorde dat jullie partners het eigenlijk niet toelaten om jullie naar de hotelkamer te laten gaan. Het is me de afgelopen 7 jaar nog niet gelukt. Ja. Dus ik zeg visa vaak van, of vaak, je hebt wel eens dat je moe bent en zegt van, breng mij maar naar het hotel. Maar dat heeft geen zin, dat lukt niet. En, dus het is hier altijd even eten gezellig en de avond afsluiten en een uur of 1 naar bed. Je bent natuurlijk de jongste tel van de familie, ja. 2 oudere broers. Was het altijd al duidelijk dat jij de rol van directeur zou overnemen binnen het bedrijf? Nee, dat is nooit. Ik was wel de enige eigenlijk met ambitie om directeur te worden. De broers niet. Maar het was niet vanzelfsprekend dat ik het ook zou worden. Ik moest ook laten zien dat ik het kon. En dat is, dus ik ben ook begonnen gewoon als eigenlijk ook in de productie en later op verkoop. En eigenlijk is het geleidelijk gegaan naar de functie van directeur. En toen bleek ook wel dat het ging. Dus dat was niet vanzelfsprekend. Pa zei altijd, als je niet geschikt bent, dan verkoop ik de zaak. Het belang van Kivo staat natuurlijk wel voorop. En iemand die niet geschikt is om directeur te zijn, ja, die moet je niet puur uit familiebelang dan directeur maken. Dan is het belang van het bedrijf wel belangrijk. En je broers waren het daar meteen mee eens? Die zijn het ermee eens. En dat is ook natuurlijk gegaan. En Louis, de oudste, is nu verantwoordelijk voor in- en verkoop van grondstoffen. En voor logistiek. En ik ben algemeen directeur. En nooit een strijd geweest wie wat zou worden. En dat is wel. Je hoort wel eens andere zaken bij familiebedrijven. Ja, zeker. En je vader is nu bijna 80. Welke rol speelt hij nog?
Hij is nog steeds bezeten van Kivo. Wij zeggen altijd, Kivo was zijn eerste kind. En daarna kwamen wij met z'n drieën. En hij is 79, elke dag nog 2 uur op kantoor. Maar wel, hij laat ons wel vrij. Het is niet zo dat hij zich nog echt operationeel bemoeit met de zaak. Maar hij is nog steeds geïnteresseerd in de financiële zaken, bekijkt alles en vindt het leuk om er te zijn. En is ons zeker niet tot last. En voor mij ook fijn om af en toe even te klankborden met hem. Want 53 jaar ervaring, dat is natuurlijk niet niks. Ja. In hoeverre heb je wel eens het gevoel gehad dat het zwaar was om de rol van je vader over te nemen? Dat er veel druk op je schouders rust? Ja, dat heb je wel. Daar denk je ook over na. Maar op een gegeven moment dan groei je erin en dan sta je er niet meer bij stil. Dan is het iets wat automatisch gaat. Dan heb je ook het gevoel, het gaat goed. Vertrouwen is er en dan gaat het automatisch. In de beginfase wel eens moeite mee gehad? Ja, nooit echt veel moeite mee. Ja, het was bijna een automatisme dat ik daar ging werken. En natuurlijk, aanvankelijk denk je van, ik wil wel ergens anders kijken hoe het daar naartoe gaat. Maar nooit spijt gehad, eigenlijk niet. Je bent voorlopig nog niet klaar? Nee, ik nog steeds niet. Nee. Zeker niet. Zullen we maar voor proosten dan? Ja, zullen we een proost doen. En ook met de collega's. Jongens, zullen we een toast uitbrengen? Proost! Kezuar! Kezuar! Op pad met wordt mede mogelijk gemaakt door Kras Recycling.